Hey, what's good? Vandaag zit ik naast Ilse. Oké, we gaan vandaag vertellen en jij vertellen wat wij leuk vinden aan meisjes en jongens. En dan vijf dingen. Zeker. Wie wil beginnen? Jij of ik? Nee, wacht. De vlieg vertelt. Oké. Ja? Steen, papier, schuim. Ja, oké. Steen, papier, schuim. Ah, shit. Oké. Okay. You know? Ah, shit. Ah, ik wil beginnen. Oké, wat vind ik leuk aan meisjes? Ik vind het leuk aan meisjes, hun innerlijk. Want als je niet een leuk innerlijk hebt, dan ben je een klootzak en dat mag ik je niet. Je moet schattig zijn. Oké, een meisje moet schattig zijn, dat bedoel ik mee. Dus mag je niet tegenspreken. Oké, een meisje moet schattig zijn, dus gewoon lief. Dus niet te veel schelden. Grote mol. Nou, op zich, ik vind altijd wel humor heel belangrijk. Dat is ook wel een cliché wat meiden vinden, maar gewoon lachen. Dat je veel kan lachen en op zich soms dan gewoon wel gek doen of zo. Wat is jouw humor? Ja, het is voor mij gewoon, ligt overal nergens een beetje. Oké. Nee, maar niet de grap en zo vet leuk. Nee, maar soms gewoon heel flauw of zo. Of gewoon wel net wanneer je ook in een groep bent bijvoorbeeld. Dat het dan nog, dat die het dan wat leuker maakt op sommige momenten of zo. Dus niet ook dat ongemakkelijke creëert of zo. Maar gewoon lekker zichzelf, lekker flauwe grapjes af en toe tussendoor. En ja, gewoon lachen. Ik heb opening en jij hebt zin. Weet je waar mijn shirt van gemaakt is? Girlfriend material. Het is gemaakt van relatiemateriaal. Hé, hey, ik zat in de buurt. Ja, je zat echt in de buurt. Weet je waar ik van gemaakt ben? Nou? Vlees. Laat achter sowieso in de reacties wat jij leuk vindt aan jongens of aan een meisje, als jij een jongen bent. En als jij een meisje bent, laat achter in de reacties wat je leuk vindt aan jongens. Oké, nummer 2, wat ik leuk vind aan meisjes is kledingstijl. Rood. Ik vind rode kleren altijd leuk. Rode sweater. Van die te grote shirt. Hoe heet dat? Van die te grote sweaters. Sweaters, toch? Ik heb daar ook, ik heb 2. Ja, het klinkt heel dom. Nou, niet heel dom, maar ik heb ook 2 hele grote sweaters. Maar dat komt puur, ik heb die bij de mannenafdeling gekocht. En dan in een maatje XL. Ja, en dat zit gewoon super chill. Ik vind dat schattig als ze dat aan hebben. Nou, ik heb altijd wel dat ik qua gezicht of zo zit ik wel mee met de lach. Tanden kijk ik heel vaak naar. En het haar. Ik vind gewoon goed verzorgd haar en alles. Bij jongens vind ik altijd wel top. Ik vind haar top. Kijk, dit vind ik dus ook. Dit vind ik beter dan wat je de vorige keer. Nou, niet de vorige keer, maar toen had je het helemaal. Naar achter. Ja, naar achter en zo. Kijk, dat kan ook wel. Maar ik ben meer van dit. Dat het gewoon wat losser zit bovenop. Gewoon lekker wat langer, weet je wel. Gewoon een beetje een soort van wild eigenlijk als het ware. Dus dit kapsel is gewoon helemaal top. Maar ja, ja, het is een voorbeeld uit de vorige keer dat het dan nou, niet iets te gladjes is of zo. Maar ja, dan denk ik dan van ja. Ik was vroeger gewoon een hele gladde man. Oh, zeker. Een soort glibberaaltje. Oké, nummer 3 wat ik leuk vind aan meisjes is, ik vind een meisje leuk als ze zich volwassen gedraagt. Gewoon niet kinderachtig, als je met haar uitgaat dat ze helemaal, hoe zeg je dat? Zoals de meeste meiden reageren, helemaal gillen, ja, doen, nou ja, maar die doen dat juist omdat ze aandacht willen. Ja, maar dan krijg je geen aandacht van mij. Nee, klopt. Ik kan daar maar dat weten zij niet. Nou, in ieder geval, nee, ze zijn dan nog niet, daardoor zijn ze dus te jong. Nou, denkvermogen, want ze begrijpen dat het niet dat juist averechts werkt. Nee, denkvermogen. Oh, die is best hard. Ze zijn gewoon, je denkvermogen is niet goed. Nee, maar nog niet gewoon, iedereen leert. Andere meiden leren ook. Dus weet je, op die manier, niet dat iedereen nu dom of wat dan ook is, weet je. Ik heb zelf ook die fouten gemaakt toen ik jonger was, dus. Ja? Ging je gillen door de club? Nou, nee, dat ook weer helemaal niet. Maar soms wel iets meer dan dat je zelf bent. Oh, ja. Om aandacht te krijgen. Ja. Nummer 3 wat ik aantrekkelijk vind bij jongens, mannen, maar dat is misschien een soort van persoonlijk ding. Kan ik dat wel zeggen? Ik heb ook echt wel met de lengte. Een beetje dat het gewoon vanaf mijn lengte of wat langer. Nee. Ik kan het ook niet serieus nemen, maar het is voor mij een persoonlijk ding. Dus als de jongens kijken en weet je, je groeit vast nog wel. Ik weet niet precies hoe oud jullie nu zijn, maar... Ik denk dat ik een andere titel ga doen. Nee. Maar alsnog, ik vind lengte gewoon ook wel belangrijk. Ja. Van welke lengte houdt Ilse? Dan gaan we naar nummer 4. Maar wat is de lengte ongeveer? Wat vind je een goede lengte? Gewoon net wat langer dan wat ik ben. Oké, dat snap ik wel. Oh ja, dat is een goeie, want nummer 4 is wat ik vind is dat een meisje korter moet zijn dan mij. Ik kan niet tegen als een meisje langer is dan mij. Want dat is wel raar, ik heb een mevrouw. Ja, maar dat vind ik dus ook niet fijn. Als een jongen kleiner is dan ja, ik ben. Ja, snap ik.
Heel erg. Dan is een beetje... Heel erg. Ja, een ook al ben je heel mooi, maar je bent langer dan mij de hele. Dat vind ik niet echt aantrekkelijk. Echt wel chill eigenlijk als iemand een soort van doel heeft of zo. Dat hij wel echt een beetje weet wat hij wil in het leven of wat hij misschien wil gaan bereiken. Thanos man. Zit wel, oh ja, nee. Danny. Nee, maar gewoon dat iemand, nou niet per se avontuurlijk of zo, maar dat hij wel gewoon ja, stappen wil maken wat hij zelf al een beetje wil doen in het leven. Dus ja, die heeft echt de doelen een beetje opgericht. Dus dat vind ik wel aantrekkelijk bij mannen. Een meisje moet, oké, nummer ding is, als een meisje, ik wil ook hetzelfde, dat zij een hobby heeft, iets waar ze gewoon heel gepassioneerd voor is. Is dat het goede woord? Ja. Oké. Ja, waar ze gewoon heet en mee bezig moet zijn. Maar het moet niet dezelfde hobby zijn als mij. Nee, oké. Dan word ik helemaal gek. Maar dan kan het sommige dingen wel weer leuk zijn als je dezelfde interesse zet. Nee, maar straks is het beter dan mij. Beter. Jongens zijn altijd beter als meisjes. Dat klopt. Ja. Zijn nou ja dat wij beter zijn dan meisjes? Je hebt nu gewoon... Oh, je hebt een schande voor de nee, vrouw. Ja, nee. Ja, dat is gewoon soms zo. Goed zo. Dus... Ja, je moet een leuke hobby hebben, zoals, wat is een leuke hobby? Vis snijden. Vind ik echt, denk ik, yes. Daar val je echt voor. Nou, wat ik gewoon belangrijk vind, is een beetje zelf, denk ik, uiteindelijk. En dat je gewoon ook, dus waar we weer op terugkomen, wel je eigen leven hebt. Maar dat je dan ook wel weer, soort van, bij een meid ook wel weet hoe zij haar dingen doet ofzo, weet je wel. Dus wel interesse tonen. Ja, maar sommigen doen dat echt niet hoor. Die zijn echt heel erg, nou niet eigendunk of zo, maar die kunnen nogal wel heel erg vol van zichzelf zijn. Oh, en dan op die een manier, beetje ja. De meiden ze laten van ja, dit of dat. Dus. Ja, maar... ik snap wat je bedoelt. Ik vind het leuk aan een meisje als ze, hoe zeg je dat? Niet moeilijk doet over eten. Je hebt heel veel meiden die gaan zeuren van, ik eet het niet, want er zitten te veel calorieën in en dingen. Dan word ik echt gek. Schat, ik heb een pizza besteld en je eet die pizza. Ook als je, zegt, ja, wat wil je hebben dan? Ja, bepaal jij me. Jij mag kiezen dit keer. Maar je zegt ook ik moet zeggen, ja, ik moet zeggen, ik ben ook al zo geweest hoor. Maar ja, uiteindelijk denk ik toch weer van, ja, nou, het moet uiteindelijk in mijn mond komen. Dus ik wil ook wel weten wat ik wil vreten. En dan wordt het gewoon dit. Dus, Oké, weet je hoe het gaat? Ja, weet je hoe het gaat? Jij zegt, nee, ik hoef geen eten. Okay. Jij bestelt eten. Ik bestel eten. En dan... Ik had geen honger. Jij eet mijn eten. Ja, uiteindelijk pak ik alles. Ja, zo gaat het. Wat is dat? We kunnen van de een op de andere, we kunnen van de een op de andere moment veranderen. Hè? Ons gedachte. Oké, ik wil nog een keer het steenpapier schaar doen. De steenpapier schaar is, degene die wint, krijgt een shout-out op mijn eigen YouTube kanaal. Steenpapier schaar. Steenpapier schaar. Oh. Steen, papier, scha. Oh, steen, papier, scha. Oeh, nee. Nee, steen, papier, scha. Oh, steen, papier, scha. Oeh, steen, papier, scha. Steen, papier, scha. Ja. Jij krijgt een shout-out. Oh, wat leuk. Wil je dat jouw naam er gewoon staat? Ja. Ik wist dit, ik ken hem. Ik kan gewoon bewerken dat ik ben. Nou, top. Vond je deze video leuk? Zorg dan zeker voor dat je like en abonneer. Volg Ilse op haar YouTube-kanaal. En Insta en TikTok. Volg mij op YouTube, Insta en TikTok. Kunt de 1000 likes halen, dat zou super zijn. Laat in de reacties achter wat jij nou eigenlijk leuk vindt aan een jongen of een meisje. En of je een probleem hebt met je relaties, want dan kan ik daar altijd een video over maken. En druk natuurlijk een belletje aan, want dan ben je altijd up-to-date. Je mag iemand echt veel dingen doen. Top hoor. Goed dat je het hebt gedaan. Zie ik jou met je leuke kopje weer bij een nieuwe video.